De Anticorruptiecommissie, ACC, die in mei dit jaar door president Chandrika Prasad Santokhi werd benoemd, is bezig haar voorbereidende werkzaamheden uit te zetten. Het gaat om logistieke zaken, het wettelijk kader dat vereist is voor de indiening van meldingen van misstanden en naleving van de verplichte verklaring van inkomen en vermogen. De ACC, voorgezeten door Ilse Krente, is noodzakelijk volgens de anticorruptiewet. Die noodzaak wordt benadrukt door preventie en bestrijding van corruptie binnen de publieke sector. Minister Bronto Somohardjo van BISA heeft donderdag het platform Gerechtigheid voor Palestina ontvangen. Dit naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Dit platform wil daarom op vrijdag 3 november een vredesloop organiseren, wat als doel heeft om Surinamers bewust te maken van de humanitaire ramp die zich nu voltrekt in Palestina. Na kennis te hebben genomen van verklaringen van verschillende organisaties, heeft het platform het gevoel dat er te weinig besef is in Suriname wat voor humanitaire ramp zich op dit moment afspeelt in Palestina. De regering doet er alles aan om de dienstverlening aan SZF-verzekerden te garanderen. Momenteel speelt er een situatie waarbij de Vereniging van Apothekers in Suriname en artsen moeite hebben met de betalingen vanuit het staatsziekenfonds. Deze komen verlaat of blijven uit, met als gevolg dat verzekerden zelf voor zorg en medicijnen zouden moeten betalen. Volgens minister Amara Madin zet het ministerie van Volksgezondheid met het SZF en het ministerie van Financiën en Planning zich in voor een voorpartijen bevredigende oplossing, zodat de dienstverlening gegarandeerd blijft.